De VN hebben 12 juni uitgeroepen tot de Werelddag tegen Kinderarbeid. Met als thema, Let's Act on Our Commitments, End Child Labor. In Suriname richt het ministerie van Arbeid zich op bewustwording en het bestrijden van kinderarbeid door wetgeving, inspecties en samenwerking. Initiatieven omvatten het verhogen van de leerplichtige leeftijd en het ontwikkelen van een stappenplan binnen het Decent Work Country Program. Minister Stephen McAndrew sprak gisteren de internationale arbeidsconferentie in Genève toe. Hij benadrukte de ILO voor haar rapport over sociale rechtvaardigheid en benadrukte Surinames inspanningen voor een nieuw tripartiet akkoord en de implementatie van het derde Decent Work Country Program. McAndrew onderstreepte het belang van fundamentele arbeidsrechten en waarschuwde dat de ILO het democratische proces niet mag belemmeren. De ILO bevordert jaarlijks wereldwijd rechtvaardige arbeidsomstandigheden en sociale rechtvaardigheid. De 19-jarige e-bikester JF is op 10 juni 2024 overleden na een aanrijding met een auto op de Meester J. Latchmanstraat. De politie ontdekte dat JF zonder op te letten van de linker naar de rechterzijde van de straat reed, waardoor autobestuurder KS haar niet kon ontwijken en haar van achteren aanreed. JF werd naar het ziekenhuis gebracht waar ze later overleed. Beide voertuigen en het lichaam van JF zijn door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek. Dat is overgedragen aan de verkeersunit van regio Paramaribo.